In Den Haag heeft de politie de afgelopen nacht een einde gemaakt aan een illegaal feest. Taxis die reden af en aan naar dat feest. Twee mensen zijn aangehouden, een DJ en een bezoeker die een agent zou hebben geschopt. De politie drukt jongeren op het hart zich aan de coronaregels te houden.